De stichting SU-Aid wil dit jaar geld inzamelen voor de 6 operationele ziekenhuizen in Suriname. Dat is vandaag op een persconferentie bekendgemaakt. De focus is vooral gericht op het verbeteren van de kindergeneeskunde in de ziekenzorginstellingen. De voorzitter van stichting SU-Aid, Giovanni Zeggen, geeft meer informatie over de inzamelingsactie. Onze slogan is Mekri Allah Jiwandala. En als gemiddeld iedere Suriname 2,50 geeft, dan hebben we ruim 1,5 miljoen SRD. En kunnen we een heleboel doen voor de Surinaamse ziekenhuizen, eigenlijk voor ons als gemeenschap. We hebben een aantal acties. We zijn op 18 november begonnen met de SMS-campagne. Iedereen kan een sms'je sturen naar 1919 met het woord Anu. Daarmee doneer je 2,50 SRD. We hebben verder de lege cheque-actie, waarbij het bedrijfsleven bij ons een lege cheque kan aanvragen. Die mogen ze dan bij de afsluiting op 20 december weer indienen. Hopelijk ingevuld met een mooi bedrag voor het inzamelingsdoel. We hebben het openingsfeest, om het zo te zeggen, op 8 december met de burger- en cocktailmiddag. We hebben op 15 december een fietsentour en we hebben gedurende de SU-Aid-campagne van 9 december tot en met 18 december hebben we SU-Aid on the road. Dat wil zeggen, wij gaan naar de mensen toe, zoveel mogelijk en zo ver mogelijk in het land, zodat niet iedereen naar ons hoeft te komen, maar wij naar de mensen toe gaan. De algemeen directeur van Ceylon's Hospitaal, Dayashankar Mathura, heeft ook een project ingediend bij SU-Aid. Mathura geeft aan wat het project inhoudt. Ceylon's Hospitaal staat bekend als een van de ziekenhuizen met een toch wel een hoog aantal geboortes. We zijn nu eind november al boven de 3000 op de 10.000 baby's die ter wereld komen in Suriname. We zijn absoluut dus nummer 1. Op dit moment in Suriname al een aantal jaren, maar we hebben die topzorg die na die bevallingen komen niet in huis. Een aantal jaren terug had Ceylon's Hospitaal een stukje van die topzorg wel hier ontwikkeld, dat is namelijk die CPAP, dus die beademing, 48-uurse begeleiding van het kind wanneer er moeilijke kinderen zijn die ter wereld komen, laten we zeggen kinderen die extra zorg nodig hebben. En dat is dus vergaan met het vertrek van die Filipijnse verpleegkundigen. Jammer, we hebben dus weer te investeren in ons eigen kader. En we moeten dus die CPAP-afdeling weer van de grond krijgen. Directeur van Ceylon's Hospitaal, Dayashankar Mathura, vandaag op een persconferentie in het hospitaal. SU-Aid wil dit jaar geld inzamelen voor de 6 operationele ziekenhuizen in Suriname.